So I'm glad we didn't take any ecstasy. Want kijk dan, dan wordt het helemaal raar voor je ogen met deze combi van dit en dat. En toch is ze hier, want ze gaat vanavond voor ons optreden in een heel gemeen Afrikaans masker. Waarom? Nou ja. Over street gesproken, we hebben hier 200.000 maal turntables, oftewel Benjamin. Hallo. Jij gaat vanavond draaien voor de goede gemeente van al die beurzen, Art Rotterdam, Project Space of wat is meer zij. Wat heb je voor ons in petto? Nou, ten eerste gaat mijn sidekick gaan draaien vanavond. En wat we in petto hebben... Some asshole just walked through the thing. Must be the manager of Karen Giri. Nou, we gaan natuurlijk alleen nog maar tophits draaien vanavond gewoon, snap je? Ja. Natuurlijk wel. Ja. Van de betere Martin Duval. En, ja, inderdaad. Ja. Jij bent natuurlijk niet alleen maar van met de handjes en de turntables. Je hebt ook van doen met het organiseren van dit, allemaal, dit hele gebeuren. Mm-hmm, dat klopt. Ik heb onder andere heb ik Martin de Waal geboekt. En dan heb ik ook nog MC de Waal geboekt. En dan heb ik nog Martin Duval. Toch niet te minste en is het budget al lang weer op. Ik wil nog even lachen. Nou, kom allemaal vanavond en als je te laat ziet, het is al geweest. Ja, inderdaad. Ken Pratt, een curator die mij al vele malen heeft gefietserd in binnen- en buitenland, die is hier prominent vertegenwoordigd op deze beurs. Die heeft het blad Wound, wat jullie net hebben gezien, daar is hij erg bij involved. En ondertussen ook met een artist talk. Je ziet hem hier achter, die kale neten achter, dat is hem. Dus we kunnen hem op dit moment even niet storen. Misschien dat het later nog hangt een beetje van ons geduld en jouw geduld als kijker af. Ben ik net mijn set aan het voorbereiden. Wie komt u hier storen? Monica Elektronica. En hoe? Vrouw, wat brengt jij in die Gay Palace? Je bent vast geboekt. Ik ben geboekt voor vanavond, dat klopt. Voor de via Showroom Mama, voor de projector party. Wat kunnen we verwachten van jou, behalve je heerlijke snoet? Heel veel muziek, muziek en nog meer muziek. En een heerlijke deun natuurlijk. Hoe laat ga je op? Ja, ik geloof dat dat over een half uurtje is. Ze opent de tent. Nou ja, daarna kan het alleen maar nog naar beneden gaan. Oh nee, dat is niet waar, want daarna ben ik. Dankjewel, veel plezier. Ja, jij ook, hè. Is het een top interview of niet? Kijk, wij houden van kort en krachtig. Meid, proost. Gefeliciteerd met het succes van deze beurs. Tell me, what is all the effort you put in this project art fair thingy? Darling, it's my heart and soul, you know that. Again and again. My heart and soul. What I noticed is always when you're starting to lose your voice, it means that you had a very, very busy weekend. Yeah.